Hallo, Helemaal gelijk wat af. leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is zaterdag. Het is heel erg slecht weer, dus we gaan vandaag maar even met telefoons filmen. Het giet de hele tijd, hoewel het nu even droog is. Dat is fijn. Ja, dus we gaan gauw de paardjes halen. Heel vroeg, want we hebben vanmiddag andere afspraken. De opa van Tessa is jarig. Gefeliciteerd opa. Opa weet niet wat YouTube is. Maar maakt niet uit, gefeliciteerd aan. Dus we gaan gouden paardjes zadelen. En dan gaan we rijden. Want 's ochtends zijn hier natuurlijk ook lessen. En nou, het is natuurlijk ook zaterdag. En er zijn ook mini lessen. Hartstikke schattig en leuk. Alleen weinig tijd om 's ochtends te rijden. En 's middags is het ook vrij lang nog les. En wij zijn er gewoon vanmiddag niet. Dus aan de slag. We staan net binnen en ik hoop dat jullie het horen. Het echt, het giet niet normaal meer. Tess kan me niet eens meer verstaan, zo hard regent het. Yeah. Ik heb net mijn blondie gereden. En het ging eigenlijk best wel heel erg goed. Helaas ben ik vergeten om het even te filmen. Terwijl dat wel de intentie was. Maar ze heeft netjes gereden. En nu ga ik samen de bonus rijden in de les. De steun is jij niet. En ik heb net Blondie gewassen. Frans heeft me geholpen. En die heeft volgens mij een kwartier aan Blondie's manen gezeten. Die heeft het erheen gegaan. Nieuwe shampoo erin. Dus die zijn nu super wit. Blondie is zelf helemaal ook gewassen. Die heeft nu haar dekentje ook op. De roze. Ik wou blonde zeggen, maar de roze. Nu gaan wij naar huis. Ga ik even huiswerk maken, me omkleden en dan gaan we uit eten. Goedemorgen, het is vandaag zondag. Moeder is net foto's aan het maken, want ze vindt dat ze te weinig foto's maakt van dit geheel. Het is natuurlijk een beetje donker. Ik heb vandaag een wedstrijd. Ik heb het F7. Die heb ik samen met Blondie en Boris. Het is op dit moment 7:05. 8. 8. 7 uur gingen we ons bed uit. Hoe laat gingen we erin? Ja, 12 uur plus 11:30. Ja. Ik heb 6 uur geslapen, zag ik op mijn app. Nou ja, ik werd ook nog eens om 5 uur wakker. En daar ben ik in een half slaap, half niet gebleven. Dus we hebben niet heel veel geslapen. Morgen ook weer school. Nou ja, kom vast. Middag ben je vrij, huiswerk afmaken en naar bed. Ja. Dus wij gaan nu naar de manege toe. En dan ga ik Blondie en Boris knotten. Ik heb een halsje gepakt en we gaan nu onderweg naar Blondie. Het waait buiten wel een beetje hard. En dan ga ik Blondie pakken en dan ga ik haar knotten. Ze is wel, ik heb al gezien, ze is wel een beetje vies. Ze heeft nu een popvlek op haar hals, dus ik vind dat niet heel fijn. Maar ja, daar is niks aan te doen. Goedemorgen, baby's. Hoe is het met je manen? Zijn ze nog wit? Ach nee. Ja, dan moet het nog een beetje schoner. Nou, succes. Dankjewel. Hey paard, gaan wij lekker gewoon rijden? Ze hebben alle twee een appeltje gehad. Ga je met me mee? Ja. Ze is vies. Nou, we gaan aan de klottrein beginnen. Ik weet alleen niet zo goed dat ik met een voorpluk moet, omdat ze natuurlijk voorpluk, leeg voorpluk heeft. Dan leg je het er gewoon bij. Oké, ja. Kiddiekies. Het is inmiddels een tijdje verder. Ik heb Blondie opgezadeld en geknot. Ik heb Boris ook geknot. Ik ben nu mijn laarzen aan het aandoen. En mijn spullen. En dan mag ik over een kwartier gaan losrijden. Nou, het is nat. Maar goed, er moet toch losgereden worden. Dus we hebben de witte feestkappen gedaan. Omdat die heel lang zijn. En zo hoop ik dat de benen een klein beetje schoon blijven. Maar goed, meer kan ik er ook niet aan doen.
de proef gereden. Het ging hartstikke goed. Natuurlijk zijn er ook wat verbeterpunten, maar ja, dat heb je altijd. Ik ben wel heel trots op haar. De kraai die is steeds aanwezig. Dit is kraaivlog nummer 300. Wat? Dit is kraaivlog nummer 340. Hij vertelt allemaal wat hij nu ziet in de stal. Ik word er in ieder geval gek van. Ik ben mijn spullen aan het schoonmaken, want anders wordt mijn moeder boos. Dus daar ben ik nu wel even mee bezig. En ze schiet aan het weten. Boris is opgezadeld. We mogen over 6, 5 minuutjes in de bak. Maar op lengte, Jozef, gisteren tegen. En we moeten dus nog even wachten. We zijn very snel vandaag. Je moet jezelf sport houden, Mia. Blondie ging het heel goed. Er zijn natuurlijk wel wat puntjes waar we aan moeten werken, dus daar kunnen we weer verder mee gaan. Hi! Oh, ik word dood. Ik was maar niet zo wel niet, Tess. Maar ze blijft staan. Oh, oké. Okay. Nou, vertel even wat vandaag is. Welke dag is vandaag, Marwen? Woensdag! En wat gaan jullie doen? Riden. We are going to ride. Oh nee, dat kan jij beter zeggen. Jij met het Engels. Met wat? Met de gang. Ja. Yeah. Weer de leukste les van de hele week. Tuurlijk. Ja. Ja. En nu extra leuk, want ik rij mee. Nog een keer en? Oh, ik rij mee, dus dan wordt het extra leuk. Ik ga opzadelen. Dank je. I am ready for the les. Vertel maar even dat er nieuwe coronamaatregelen zijn. We hebben vandaag nieuwe coronamaatregelen. Ik moet erbij lachen, maar eigenlijk is het niet echt grappig, nee. De horeca bij sportgelegenheden of de sportkantines, die mogen niet meer open. We kunnen gelukkig wel alle lessen door blijven geven, dus daar zijn de ponies ook wel echt heel blij mee. En ik zelf natuurlijk ook. Alleen de papa's en mama's, die mogen niet meer komen kijken. Goedemorgen. Nee, 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 nee. Zo lekker serieus al mijn lessen. Dames, heren, appels en peren, we gaan de paarden lekker aan het werk zetten. Zo, en toen was het inmiddels donker buiten. De laatste tijd begint het hier wat sneller donker te worden. Ik heb in plaats van Boris gelanceerd, heb ik hem gereden. Ook nog, dat ging echt heel erg goed. Ik heb herhaald wat op het protocol stond dat we konden verbeteren, heb ik herhaald en geprobeerd. Dat ging echt heel erg goed. Hij liep ook heel netjes en ik heb ook gewerkt aan de overgangen. Want dat vind ik nogal lastig met Boris. Omdat het toch een soort andere beweging is dan met Blondie. Nou ja, dat is ook logisch. Nu gaan we naar huis toe. Met wij bedoel ik wij. En dan gaan we slapen, want het is laat. En ik moet morgen weer naar school toe. Yay!
Het is vandaag donderdag en wij zijn op weg naar de manege. Ik ben samen met mijn schooltas en mama. Want ik heb tussen mijn twee lessen heb ik 2 uur zitten volgens mij, toch? Ja, je hebt om 4:30 de eerste, dan ben je 4:15 ongeveer klaar. Dan afzamen zo is het 5:30, 5:45 en dan om 8:00 volgens mij de tweede klas. Ja. Dus dat betekent dat je ook jij, nu de corona-maatregelen weer zijn aangescherpt. En dat betekent dat we niet meer in de kantine mogen, dat we in de auto ons kantoor weer herstellen. En ik moet mijn mondkapjes naar school toe. Nou ja, dat is het advies. Oh, doe dat dan maar gewoon. Ja. Dat is misschien wel zo verstandig. Hoe eerder het hele corona gebeuren voorbij is, hoe beter. Dus wij gaan ons gewoon aan de regels houden. En dat we tenminste houden ons al proberen. Proberen. Iedereen maakt fouten. Wij proberen ons altijd aan de regels te houden. Maar als het advies is met mondkapje naar school, dan denk ik dat je gewoon met een mondkapje naar school moet. Ja, het is zelfs niet normaal advies. Het is dringend advies. Dus dan doen we dat. En volgens mij komen we vrijdag of maandag achter of ook de middelbare scholen gaan sluiten. Ik hoop het enigszins niet. Anders kan je weer bij je vader gaan werken. Ja, nou ja, dat is ook gezellig. Dan neem ik mijn tas weer overal mee naartoe. Dus nu gaan we naar de manege toe. En begin ik met Boris en dan heb ik daarna springles en bloemen. Nee, je hebt geen springles, want je hebt dit weekend dressuurwedstrijden. Oh ja. Ik hoop dat die gewoon doorgaan. Ja, volgens mij wel, maar zonder publiek. Dus dat is op zich prima. Maar dan moet je even trainen, tenminste even nog een keer extra oefenen, toch? Ja. Nou, dan gaan we dat doen. Een beetje voor je binnenbeen naar buiten toe. Goed zo, maar niet te veel in die neus, want dan gaat juist je lichaam naar buiten. Goed, en draai hier maar weer een volte. Draai maar een volte. En dan kijken of je een beetje in die volte die buik naar buiten kan duwen. Oh ja, goed zo. Goed zo. Daar. En jezelf ook mooi ontspannen, dat ze met je mee kan ontspannen. Oh ja. En vraag maar weer. Kun je weer meer zakken? Kun je nog meer zakken? Niet doordrammen en weer los, maar het liefst alleen je buitenteugel die dat doet. Zo. Als een stofzuiger over de grond heen wil. Goed zo. Daar ja. Keurig. Keurig, als een stofzuiger over de grond heen. Dan blijf zelf terug, hè? Probeer. Heel mooi. Goed zo. Ik heb net met Blondie in les gereden. Ja, en Tessa moet toch even leren om haar hoofd en de frontriem goed te doen. Ja. Maar nu is het daar zweet en dan... Ja, ze heeft 2 frontriem op dit moment. Dus zweet frontriem en normale frontriem. Ik heb net bij Blondie met Blondie in les gereden. Dat ging echt wel heel erg goed. Ik ben super trots op haar. Het is regen. Het regent op dit moment best wel heel erg hard. Dat hoor je denk ik ook. En ik ga vanochtend nu afzamelen en mijn huiswerk maken. In de auto. Ja, Tess die heeft les om 5:00 en om 8:00. Als we naar huis willen rijden, dan zijn we ruim 1 uur kwijt. Dus dat heeft geen nut. Tenminste, ze had tot 5:30 les en straks om 8:00 weer. Dus nu is het 7:30. Dus we hebben 2 uur. Dus Tessa maakt haar huiswerk nu in de auto vanwege de coronamaatregelen. De ramen zijn beslagen en het giet buiten. En Tessa moet nog even hier aan wennen. Is wat geïrriteerd. Maar ze kan het. Volgende week toetsweek. Je kan het. Yeah. Tessa heeft hier achter dus les. En ik ga rijden. Daar ergens. Ja. Ik ga rijden. Springlessen zijn net afgelopen. Frank kwam binnen en dacht, ga springen! Nee, een ander keertje. Dan moet ik nog eens een keer iets mee doen, maar in deze komt wel weer. Of Tess, iets. Maar goed, zij les, ik ga rijden. Dus we gaan naar slag. Oeh, het is inmiddels avond. Het is... Very donker buiten. Ik heb 2 ponies gereden. Ik ben begonnen met Blondie. Daarna heb ik mijn huiswerk hier op de achterbank gedaan. Samen met moeders. De moeders nog mijn video weggehaald. Ja. Jammer nou. En daarna heb ik Boris gereden. Dat ging echt heel erg goed. Nu gaan we naar huis. En dan heb ik Donald. Zeg het. Het is vandaag vrijdag. Ik ben in de auto samen met moeders. Ik heb vandaag weer een drukke schooldag achter de rug. Gelukkig heb ik nu weekend.
Ik heb zondag mijn allereerste B-wedstrijd. Dat staat al 5,5 jaar op mijn bucketlist-lijst, op mijn verlanglijst, op mijn Sinterklaas-verlanglijst. Moeders moeten ervan lachen. En het is nu eindelijk zover. Ik ga zondag voor het eerst starten. Daar heb je natuurlijk wel spullen voor nodig. Dus wij gaan nu naar de horrorstore toe en gaan we aan Danielle vragen of ik nog wat nodig heb. Tessa, hallo! Hi. Hoe is het? Goed. Kan ik iets voor je doen? Ja, ik heb... Zondag heb ik mijn allereerste B-proefje en daar ben ik best wel erg zenuwachtig voor. Ja. En zou er misschien wat spullen zijn dat het wat makkelijker voor mij kan maken? Ja, vooral om je paard mooi te maken, ja. Denk ik ook. Ja, nou heb ik wel wat ideeën over, toch? Zullen we samen kijken? Ja. Ja? Oké, Tess, even denken. Wat is handig? Ik denk dat we gaan beginnen met het wassen van de benen, ja, en de staart. Ja. Is dat een idee? Dat doe ik altijd de dag daarvoor. Dag daarvoor. Nou, heb ik daarvoor een mooi shampoo voor je. Dus kan je daar lekker mee wassen. En dat doe jij natuurlijk een dag van tevoren. Ja. Dus de volgende ochtend heeft ze misschien toch wel weer een beetje vieze plekjes van in de box liggen. Ja. Ja? Oké. Okay. Dan geef ik je daarvoor deze high-gloss spray. Dus dan kan je de beetjes weer mooi wit maken. En uiteraard wil je wel een mooie spray voor de staart en de manen, ja, mooi te laten glimmen. Want ze heeft een best volle staart. En ja, hè? Maar ga je de manen vlechten of loslaten? Vlechten. Vlechten. Maar moet je even kijken, want anders wordt het heel glad. Hè? Ja. Dus anders alleen de staart en mooi daar vacht dat ze mooi glimt. Ja. Ja? En iets voor de voetjes, denk ik. Een mooie hoefolie. Daar gaan ze er toch ook mooi van glimmen. Ja, daar gaan ze heel mooi van glimmen. Ja, kan je op de dag zelf even mooi doen. En misschien ook iets om haar na te verzorgen na de wedstrijd. Ja. Als ze heel hard gewerkt heeft. Liniment kan je met warm water aanmaken. Dan kan je er lekker mee afsponsen. En dat is goed tegen de spierpijn. Ja. Ja? Allemaal doen? Ja, ja? Heel erg bedankt. Oké, okay, helemaal goed. Nou, veel plezier. Heel erg bedankt voor het helpen. Alsjeblieft, graag gedaan. Heel veel plezier ervan. En ja, heel veel succes met je wedstrijd. Gaat wel goed komen. Ja, ja? Heel erg bedankt. Joe, dag. We zijn er naartoe gereden. We gaan de paarden in de stapmolen zetten en even de hapjes geven. En dan is het nu, ja, het is alweer 19:30, dus het is best laat. Gelukkig is het morgen weekend. Zullen we de paardjes even doen?